Hallo, dit zijn de kaartjes voor de vissen voor februari 2022. Welkom allemaal. Ik ga drie kaartjes leggen, drie om te verduidelijken en voor Valentijn een hartenkaartje. Voor de vissen februari. Gaan we eens even kijken. Vijf van staven. En dat betekent dat je misschien in conflict zit met een ander. Omdat je soms ook wel afwijkende meningen hebt. Eigenlijk loop daar maar van weg, van al dat drama. Behalve als je denkt, nee, hier moet ik wel echt voor gaan. Maar kom ook voor jezelf op. Misschien ben je wel heel erg ambitieus. Oh mooi. Wishes come true. 9 van bekers. Dit is echt voor je gevoel. Je dromen komen uit. Een magische tijd in je leven. Groot geluk. En vertrouw erop dat het universum al het goede naar je toe brengt. Mooi. Dus er komt wel een eind aan, aan die woordenwissel. Of die. Oké, en dan hebben we hier de page van Pentagramma. En dat is echt, nou ja, scholarly. Dus echt misschien een opleiding doen. Cheerful. Maar ook wel op iemand die op iemand leunt. Dependable. Dus time to get to work. een mooie. Wacht even hoor, ik moet even vertellen. Dit gaat om dat je misschien goede berichten krijgt op je werk. Misschien wel promotie of iets. Of dat je een nieuwe studie start. Ja. Of helemaal. Een hele studie waar je nog nooit stil bij hebt gestaan. Een nieuw iets. Nou, mooi hoor. We gaan eens even. Page wil altijd nieuwe dingen leren, maar dit is dan ook echt in de boeken, zeg maar. Dus echt, echt iets nieuws leren. Dan gaan we even verduidelijken voor de vissen. Verduidelijking. Oh. Ik luister naar mijn liefde. Voor de vissen. Er is een liefdesband die geen verduidelijking nodig heeft. Samen smelten van harten. Dus de relatie, als je al een relatie hebt, daar gaat dit met name om, dan zullen ook die harten samen smelten. Dus ook al heb je misschien met anderen een woordenwisseling, hè, of een meningsverschil, je bent wel goed gegrond met de relatie, zeg maar. Toon je liefde, hè, als alles uitkomt, hè? Toon je liefde dan ook. Ik weet ook dat deze maand goed is om goede doelen te steunen. Maar onderzoek wat de mensen van wie je houdt belangrijk vinden en houd daar rekening mee. Maar toon ook de liefde aan jezelf, zeg ik altijd. Hè? Want eerst aan jezelf geven en dan aan de anderen. Geef liefde een kans. Wanneer we beginnen met liefhebben, en dat is dus ook voor jezelf, verandert ons leven voor altijd. Dus dit betekent ook dat als je nu iemand treft met wie je samensmelt, dat je echt goed meer met je hart gaat leven, ja, dan gaat die liefde een kans zijn om een lange toekomstige relatie
of in ieder geval voor je leven te veranderen voor een lange tijd. Gaan we nog even een hartenkaartje doen. Voor de vissen. Nou, kijk eens, de omhelzing. Door middel van de ander vind je de ontbrekende delen in jezelf. Heel mooi. Nou, lieve vissen, mocht ik je nog even kunnen helpen als je toch te veel ruzie zou hebben. Of als je zegt, toch, het gaat toch niet, het komt nog niet uit zo, of het gaat niet. Of in je omgeving is iemand, wie je zegt, die hulp nodig heeft. Laat het me weten. En anders een hele goede maand. Vol liefde en licht. Dag.